lachen? Je mag lachen, ja. Enthousiaste jobstudenten springen bij in woonzorgcentrum Lozanahof in Antwerpen. En maar goed ook, want ze zijn nodig. De directie neemt wel maandelijks nieuwe verpleeg- en zorgkundigen in dienst, maar dat is onvoldoende. Daarnaast moeten we toch ook wel toegeven dat we het maar rondkrijgen doordat we enerzijds veel beroep doen op mensen met een studentencontract en die vaak ondertussen aan het studeren zijn, die al hun erkenning hebben, maar verder studeren. En anderzijds door effectief ook beroep te doen op interimkantoren en andere varianten van zelfstandigen. We krijgen een lijst in handen van een interimkantoor in de medische sector. Het is een lange lijst, vooral van woonzorgcentra, maar ook van ziekenhuizen die de komende dagen nog honderden diensten ingevuld moeten krijgen. Andere kantoren bevestigen dat de druk extreem hoog geworden is. Ik krijg op dagelijkse basis, en dat is misschien erg om te zeggen, maar echt telefoons, ook van hoofdverpleegkundigen, van directeurs, om te vragen van, kunnen jullie alsjeblieft ons ondersteunen? Hebben jullie nog mensen beschikbaar? Want het water staat ons echt aan de lippen. De vierde golf merken we dat er nog eens een bijkomende stijging is van 30% ongeveer, gemiddeld. Omdat ja, de tekorten zo groot zijn, de instellingen vaak zelfs in problemen komen met een minimum zorgverlening te kunnen bieden. Vaak ook omdat vaste medewerkers in quarantaine of ziek zijn, uitvallen door ja, ofwel besmettingen ofwel ja, gewoon vermoeidheid en uitputting van de periode die ze al eigenlijk extra in reserve werken. Kunnen wij alles invullen? Nee, absoluut niet. We hebben daar niet genoeg personeel, ja, ik zal zeggen niet genoeg medisch personeel voor hè, om te ondersteunen, dus dat is een moeilijke. Dus wij kunnen niet alles oplossen, spijtig genoeg.